Even een paar bosjes tulpen gekocht bij Lex Populier op de Helftheuvel. En nou ik hier toch sta, bedenk ik me, eigenlijk stom, want ik was op de Helftheuvel bezig. Dat ik niet even gewoon terug ga, dat ik dan zeg van joh, eventjes kijken hoe het winkeltje hier nou precies werkt. Een soort dwalend. Hebben we eigenlijk nog nooit meegemaakt. Ik ga het gewoon doen. Ik ga terug naar binnen toe en ik ga gewoon kijken of Lex er is. En als Lex er is, dan gaan we gewoon een leuk gesprekje met elkaar hebben. En nou gaan jullie weer. Hoe lang zit jij hier al? Ruim 6 jaar. Ja, ooit in de bloemen begonnen en uiteindelijk voor jezelf? Ja, op mijn 14 in de bloemen begonnen. Ik ben nu 56. 56, Lex? Ja. Zou niet zeggen, zo van dichtbij. Hè? Jonge god. Ja, inderdaad. Ja. Maar al vanaf mijn 14e doe ik het, ja. Tijdens in loondienst en de laatste 15 jaar zelfstandig ondernemer. Waar ben jij gespecialiseerd? Hier doen wij voornamelijk het snelle werk, zeg maar. Dus veel voor weinig zeggen wij altijd. Heel veel aanbiedingen, 2 voor 5 euro, 3 voor 5 euro. Ja, van alles, maar ook voor de kleinere portemonnee. Dus jij bent eigenlijk een soort van marktkoopman in een winkelcentrum? Ja, zo mag het inderdaad zeggen. Ja. Met iets meer service, iets meer kwaliteit en toch een lage prijs. Ja, want de inkoop hè, van de verse producten, doe je die zelf? Ga je zelf naar de veiling? Ja, we gaan zelf naar de veiling toe op maandag, woensdag en vrijdag. En als het moet ook nog donderdag, dus 3 à 4 keer in de week gaan we naar de veiling toe. Doe je ook bezorgen? Ja, we bezorgen ook in een bos en omgeving. We zijn sinds kort nog weer begonnen met rouwwerk te maken. De planning is dat we binnenkort een magazijn hierachter krijgen. En dan kunnen we van daaruit gaan maken. Nu maken we het nog vanuit het magazijn in Haarsteeg. In Haarsteeg hebben we een loods van 250 vierkante meter voor de opslag, voor de vrachtwagens, voor de bussen. En nou wordt alles daar gemaakt. Dadelijk willen we alles centraliseren hier op de Helftheuvel, als het gaat lukken. Wat zijn jullie hoogtijdagen? Want ik heb wel eens gezien bijvoorbeeld, en dat onderkennen veel mensen, bijvoorbeeld met het suikerfeest hebben jullie het heel erg druk, hè? Het suikerfeest en het offerfeest is eigenlijk de beste feestdag voor ons. Met Pasen, Moederdag, Kerstmis, dan zijn de bloemen en planten qua inkoop heel duur. Met het suikerfeest en met het offerfeest zijn de prijzen normaal. En dat is maar een uurtje. Dat begint 's morgens om 8:15 tot 8:30, 9:15. Maar dan is het zo druk te staan met 6 man en dan kun je het niet aan. Dus alleen maar verkopen en alle boeketten staan al op voorraad. En dan komen ze vanuit de moskee massaal hier naartoe. En is het echt mega druk. Naast de standaard, of tenminste de voorbewerkte boeketten, kan ik ook aanwijzen. Hè? Dus ik kan mijn eigen boeket wel laten samenstellen, neem ik aan. Ja, dat kan. We hebben dus boeketten in 4-5 prijsklassen klaarstaan. We hebben ook nog een koelcel hierachter waar we heel veel voorraad hebben staan. Maar mensen die iets willen gemaakt krijgen, dan wordt ter plekke gemaakt. Zoals ik het nu hoor, Lex, is... Ik bedoel, de bloemenbranche heeft het best zwaar, maar omdat in jullie situatie, de manier waarop jullie werken, veel voor weinig, kun jij goed meedraaien hier? Ja, dat klopt. Als ik mijn omzet zie van 7 jaar geleden en nu, we stijgen nog ieder jaar. Het is wel een minimale stijging ieder jaar, maar we stijgen nog steeds. En ook ons klantenaantal, dat stijgt ook nog steeds. En daar ben ik eigenlijk best wel trots op, moet ik zeggen. Is de mooiste bloem die er is? De pioenroos. De pioenroos vind ik wel het mooiste, denk ik, ja. Maar kort te krijgen in het jaar, een paar weken, maar het is wel heel mooi. Ja, openingstijden. Eigenlijk van maandagochtend 8:30 tot zaterdag 5:30. Gewoon de winkeltijden van winkelcentrum De Helftheuvel. Ja. Iedere morgen zijn we er al om 7:45. Zijn we eigenlijk al aanwezig, iedere dag. En dan tot 6:00 gewoon en dan vrijdagavond koopavond. Oké, dankjewel voor het gesprek. Zullen we de bloemjes buiten gaan zetten? Wat mij betreft wel hoor. Altijd voor te porren, hè?